Goeiedag. Hallo. Welkom op de unieke locatie waar ik jou vandaag ga knippen. Dankjewel. Als ik naar het haar kijk, dan lijkt het alsof het een tijdje geleden is dat je bij de kapper hebt gezeten. Klopt, een maandje of twee geleden. Oké. Ja, hoogste tijd. En wat mag ik van maken? Kort aan de zijkanten, ietsje minder kort van boven, zodat ik het nog een beetje wild kan maken. Oké. En dan vanaf de baard een beetje aansluit naar het haar toe? Lijkt me een goed plan. Oké. En nog wel gedekt houden de zijkanten? Ja, helemaal goed. Ja. Wat gebruik je als stylingsproduct? Soms een beetje Shell. Ik zal er geen reclame van maken. Oké. Oké, gaan we doen. Ik heb je niet eerder geknipt, dus wat ik meestal doe, kijk, wat voor jou kort is, is misschien voor mij lang en is voor een ander weer gemiddeld. Dus ik hou het altijd in eerste instantie ietsjes langer en dan kunnen we straks even kijken of je de zijkant nog wat korter zou willen eventueel. Helemaal goed. Oké. Okay. Ja. En vandaag een dagje vrij? Ja, lekker een relaxed dagje vandaag. Ja. Ja. Ik ga vanmiddag nog wel voor mijn werk aan de slag, maar... Nu kan ik eventjes in de stoel zitten. Wat doe je, als ik mag vragen? Ik werk bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En ben daar communicatiemedewerker. Oké. En meditatietrainer. Meditatietrainer op de hogeschool? Ja. Er zijn lessen in... Trainingen. Trainingen op de Ja, voor medewerkers en voor studenten. En die geef ik. Wat voor soort meditatietraining moet ik dan aan denken? Zenmeditatie. Ja. En dan moet je denken aan een training die je helpt om gelukkiger in het leven te staan. Dat is in ieder geval de ambitie die ik heb. Okay. Dat ik mensen wat vaardigheden kan bijbrengen om gelukkiger in het leven te staan. Hm. En mediteren is dan een basistechniek. En wat voor soort, in welke hoek zit je qua mediteren? Want je kan, voor mij heb je heel veel verschillende soorten stromingen. Nou, ik zit in de zenhoek, dat is Japans. En wat ik vooral doe, en dat sprak me ook altijd aan in Zen, is gewoon een hele nuchtere en praktische training. Ja. Gewoon heel erg doelgericht. Je gaat niet voor niks, zeg maar, in een tamelijk rare en onhandige houding met gekruiste benen zitten. Ja. Als je dat niet wat oplevert. En dat neem ik als uitgangspunt. En hoe lang ben je al zelf bezig met Zen? Oh, vanaf mijn 17e, denk ik. Ja? Ja. Hoe ben je daar in aanraking mee gekomen? Nou, ik begon toen een beetje geïnteresseerd te worden in wat meer spirituele dingen. Ja. Maar het moest me niet te zweverig. Ja. En toen kwam ik op een gegeven moment een boekje tegen, Inleiding in het Zen-boeddhisme. Ja. Een hele verraderlijke titel van professor Suzuki. Want dat bleek een heel erg ingewikkeld boekje te zijn. En ik snapte er helemaal niks van. En dat vond ik raar, want ik had in die tijd al allemaal boeken van Kafka, weet ik veel, Dostojevski gelezen, Freud. Ja. En ik dacht dat ik best wel slim was, maar dat viel tegen, want ik snapte er helemaal niks van. En dat vond ik fascinerend. En toen ben ik het nog een keer gaan lezen. En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk een hele andere manier om naar het leven te kijken. Dat is voor mij helemaal nieuw. En dat vond ik heel erg fascinerend. Nou, hoe vaak heb je dat boek toen moeten lezen om het te begrijpen? Ik denk dat ik het nog steeds niet snap. Okay. Maar ik snap nu wel een beetje beter waarom ik het niet snapte. Ja, ja. En ik begin wel een beetje zicht erop te krijgen waar het op neerkomt. Het is een begin, hè? Het is een begin. En het gaat eigenlijk om hele eenvoudige dingen. Gewoon terwijl ik hier zit in de kapperstoel, de vogels horen fluiten. Ja. Of de wind voelen op mijn huid. Dus gewoon, in eerste instantie heel erg leren leven in je zintuigen. Gewoon heel erg contact maken. Ik heb zelf soms een beetje het idee dat we... Dat, ja, niet zozeer negatief, maar dat we als mens zijn een soort van houvast ergens moeten hebben. Mm-hmm. En dat het een paar jaar geleden was yoga heel erg een hot item. Mindfulness is nou heel groot. Is natuurlijk totaal wat anders dan wat jij doet. Nou, er zijn wel duidelijke parallellen. Oh, ja, ja, okay. Met die focus op aandacht. Maar ik snap wat je zegt. En je boek, wanneer die is al te koop in de winkels? Ja, die is eind vorig jaar in november verschenen. En in dat boek probeer ik ook de link te leggen tussen de oude traditie van Zen-boeddhisme en mediteren, enerzijds. Ja. En anderzijds gelukpsychologie en gelukswetenschappen. Van wat voor inzichten zijn er nou over, waar word je nou gelukkig van als mens? En die twee verbind ik met elkaar. Hè, in de overtuiging dat mediteren al die geluksfactoren versterkt. Waar word jij gelukkig van? Nou, hier zitten nu de zon doorbreekt, precies op het moment dat je het me vraagt. Daar word ik gelukkig van. Nu toegeef ik ook. Kijk, dat delen we al. Ja, mooi. Van met mijn vrienden en vriendinnen, goed, en ook met mijn vriendin, mijn partner, samen op stap zijn en genieten van het leven, dingen delen.
Dat is echt de geluksvermeerdering. Ja. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Als ik moest kiezen tussen de mensen van wie ik houd en mijn meditatiekussen, dan kies ik toch echt voor de mensen van wie ik houd. Dat zou geen moeilijke keuze zijn voor mij. En verder word ik gelukkig van in de natuur zijn en ook van sporten. Veel lekker actief leven, lekker erop uit zijn. Ja, wat doe je aan sport? Basketballen, tafeltennis, hardlopen, alles op een betrekkelijk laag niveau. Ja. Maar wel echt met heel veel plezier en met fijne mensen. Ik heb een beetje moeite om mijn sportschoenen aan te trekken en dan te gaan sporten. Zou jouw boek mij daar ook bij kunnen helpen? Dat ik denk het wel. Ja? Ja. Op wat voor manier? Het mediteren maakt je sowieso dat je gewoon actiever, energieker in het leven komt te staan. Je bent meer gefocust, meer doelgericht. Als dingen goed voor je zijn, dan is het makkelijker om er bewust voor te kiezen. Ook al moet je soms even een weerstand overwinnen. Ja. Want dat moet je met meditatiekussen ook iedere dag. Hè? Of heel vaak. Dan denk je ook, 's ochtends vroeg, het is koud in de winter. Ja. Mediteren. Maar als je eenmaal weet wat het allemaal voor je doet, dan ben je al een stuk gemotiveerder. Hm. Nou, wat zou jij doen als ik jou een koffer met 400.000 euro zou geven? Wat een aangename verrassing is dit, zeg. Ja, een koffer staat daar zo. Nou, wat een leuke toezegging. En ik zou zeker veel geld weggeven. Ja? Ja, aan goede doelen. Goede doelen, ja. En dan zou ik heel goed gaan nadenken, zonder te veel te gaan piekeren, want daar word je ongelukkig van. Ja. Wat dan in mijn beleving goede doelen zouden zijn. Ja. Mensen die het echt goed kunnen gebruiken. Ja. Of misschien wel dieren die het echt goed kunnen gebruiken ook. Ja. Even terug naar het haar. Ja. De zijkanten die heb ik ingekort. Als je zo kijkt in de spiegel, wat vind je van de lengte? Nog wel een tikkeltje korter misschien? Of? Nou, ik vind het al aardig goed zo. Ja. Een lengte boven? Kan nog wel wat korter. Kan nog wat af. Wat ik al aangaf, ik laat het liever wat langer zodat ik het kan inkorten. Andersom is lastiger, hè? Dan moeten we met lijm gaan werken. Precies. Extensions, maar die heb ik niet bij me. Dat gaat niet worden. Dus het mag wel een tikkeltje. Mag voor mij nog een stukje af. Ja. Leuk. Misschien is het leuk als je mij straks wat zitoefeningen laat zien. Want je had net over dat kan ik doen. Een houding wat niet echt fijn zit, een soort van kleermakers zit je. Ik heb een meditatiekussen in mijn auto liggen. Okay. As it happens. Dus leuk. Ja, dan kan ik je wel even op plaats laten nemen. Dan ga ik erbij zitten, want ik heb er twee in mijn auto. Oké. Ja. Leuk. Ja, de bedoeling daarvan is, je zit dan in een ongemakkelijke houding. Hè? Ja. Maar dat is juist de bedoeling, want dat helpt je dan weer met de endorfines aanmaken. En je knelt ook tijdelijk je bloedbanen wat af, als je met zo gevouwen benen zit. Ja. En dat geeft je daarna weer dat je bloed krachtiger gaat stromen in je lijf en meer zuurstof opneemt. En dat is ook een van de geheimen waarom mediteren je energieker maakt. Ja. En bovendien is het dan ook weer een leuke opluchting om uit die houding op te kunnen staan. Dus dat maakt sowieso dat je stemming wat verhoogt. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Een tijdje terug zag ik ook op tv, ik weet niet of je die duo nog kent van vroeger, Charlie Low Noise en Mental Theo. Ja. En wie was het? Welk was het nou? Voor mij Charlie Low Noise. Die was ook helemaal into de zen. Dat is waar. Hij zit ook bezem.nl of heeft daar in ieder geval bij gezeten. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat was best wel een aparte gewaarwording, want ik was helemaal van dat happy hardcore vroeger. Ja. En dan zie je toch, ja, niet dat het echt een idool was, maar voor mij wel weer jeugdsentiment. En dan zie je hem in één keer iets met zen, dan denk ik ook van, heeft hij misschien te veel pillen gekregen? Wat is er met die gast gebeurd? Ja. Maar als je dan hoort praten, dan heb je wel dus, nou, hij is wel gewoon heel helder en heel grounded. Voetjes op de grond. Ja. Hè? Dat, sterker nog, je zit met je hele onderlichaam op de grond. Dus als het goed is, blijf je er heel gegrond bij. Het heeft niks voor mij in ieder geval met zweverigheid te maken. Hoor. Het is echt heel erg goed aanwezig zitten. En het is ook helemaal geen contrast met een heel actief, energiek leven. Hè? Want ik raad mensen ook aan vooral veel te bewegen en te sporten. Omdat dat dus ook je geluk bevordert. Ja. En als mensen de hele dag op een meditatiekussen zitten, dan zou ik ze echt aanraden om dat niet te doen. Want dan vraag ik me echt af waarom je dat doet. Omdat je wegloopt voor het leven, omdat je vlucht. Hè? Omdat je heel streng voor jezelf bent, dat je heel veel moet mediteren van jezelf. Dus ik zou zeggen, 1x20 minuten is prima en 2x20 minuten is volgens veel wetenschappers het optimum op een dag. Maar overdrijf het niet. Dus ga liever gewoon met de energie die je opdoet en de inzicht en de aandacht ervan, concentratie, ga gewoon lekker genieten van je leven. Ga er gewoon op uit en ben actief. Dus en als jij hardcore wilt gaan swingen, muziek, whatever, prima. Weet je, als dat past bij jou en als dat goed voelt en je krijgt daar energie en flow van en twinkeling in je ogen, go. Hè, je voelt de vibe in je benen. Maar dan wel de volgende benen. Dag in de ochtend weer even 20 minuten zijn. Yes. Oké. Ja.
Nou, tikje weer eraf van afgehaald. Ja. Ik zie dat er hier wat haard zijn weggeschoren. Zal ik dat bijhouden of is dat iets wat je zelf doet? Ja, als je dat wil doen, prima. Ja. Dat, ja. Dat, ja, eigenlijk gewoon net wat weggeschoren, dus dat kan ik gewoon aanhouden. Hè? Ja, dat is helemaal goed. Een zachte contourlijn. Ja, helemaal goed. Maar goed, dat was, is dat nog steeds een hobby van je? Wat dan? Zo de dansvloer op? Nee, moet ik eerlijk zeggen dat ik het wel heel rustig aan doe. Ik heb vooral creatieve uiting en in de vorm van muziek maken, tekenen, ja. Lezen en ook wel gewoon ja, mediteren, maar dan op mijn eigen manier of zo, ja, denk ik. Je eigen creatieve vorm dus ook. Ja, ja, het klinkt wel raar, maar als je op de bus wacht of zo. Ja. Wat jij net al zei, je hoort de vogeltjes fluiten, je hoort de wind over het gras heen gaan. Ja, en op het moment dat je al die elementen, als je daar... Daar gaat het om. Hè? Als je daar als je dat kunt opnemen en daar een bepaalde energie uit haalt, ja, dan kan je ook mediteren op de buswacht of zo, denk ja, ik dan. Ik heb het er letterlijk over in mijn training. Wachtkamermeditatie, slagboommeditatie, stoplichtmeditatie. Ja. Al die plekken waar je eventjes tot stilstand komt, dan kun je gefrustreerd voelen dat je moet wachten op een bus of dat de trein komt. Of dat het stoplicht net op rood sprong. Ja. Maar je kunt ook die tijd even gebruiken om even goed je ademhalingen te volgen, je lijf te voelen en te ontspannen. Je spieren te ontspannen, rustig te ademen en de vogels te horen. De wenkbrauwen, de lange haartjes ertussen? Mag hoor, prima. Nee, dus wat betreft het feesten, dus, dat is... af en toe pak ik nog wel eens festival of zo, maar ik ben nooit echt een... ik ging nooit naar die hardcore house feestjes al een keer bezocht, maar ik... Nee, ik houd het tegenwoordig wel wat rustiger, ja. Ja, ja. Heb je drie kindertjes, die worden ook om 7:30 worden gewakker. Ja. Dus, die zijn nog dwingender dan een meditatiekus. Precies. Daar moet je er echt voor zijn. Hè? Ja. Meditatiekussen kunnen een keer overslaan, spijbelen, maar van kinderen spijbel je natuurlijk niet. Nee. Ja. Dus misschien als ik straks aan mijn tweede jeugd begin, dat ik dan weer helemaal los ga. Mm-hmm. Goed voornemen. Ja, precies. En wat lees je graag? Heel divers. Romans, die skip ik toch eerder. Want ik vind, als ik een boek heb gelezen, dan moet dat iets met mijn bagage doen. Natuurlijk een goed boek, roman, dat is op zich allemaal wel prima. Ja. Ik heb veel van Paulo Coelho gelezen, maar ook best wel veel boeken met inleiding tot... Ja. Bijvoorbeeld, ik vind kunstmatige intelligentie helemaal geweldig. Maar ook weer psychologie. Hoe gaat de mens in de toekomst om met bepaalde omstandigheden? Ja. Dus ik lees veel over mens, techniek, psychologie, filosofie ook wel. Ja. Dus dat. En volgens mij ga ik ook aan jouw boek denk ik wel leuk. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoor graag wat je ervan vindt. Pak hem er even bij. Vaardig in geluk. Handboek Zen meditatie. Ja. Is een bepaald pagina die je kan openslaan waarvan je zegt van nou, daar zit iets. De laatste pagina denk ik. Even kijken. Nawoord. Dan zou ik zeggen die pagina, dat is de samenvatting van het boek. Ik ga de pagina niet helemaal voorlezen. Maar als ik met de eerste zin zou beginnen, dan staat er Zen en Zen meditatie dienen je geluk. Het zijn dienaren voor je geluk, gedienstig aan jouw geluk. Daarvoor is het bedoeld ooit. Hans Wanningen is schrijver, filosoof, coach en communicatieadviseur. De Boeddha heeft ooit gezegd, er is geen weg naar geluk, maar geluk is de weg. Een uitspraak die trouwens nog aan 5 grote de aarde wordt toegeschreven, geloof ik, maar ook aan de Boeddha. Ja. En dat is wel waar het over gaat. Weet je, wat jij net vertelde, dat je op de bus wacht en gewoon simpelweg... ontspannen daar staat en de vogels hoort, hè? En gewoon even tot jezelf komt. Dat gevoel, een soort heel eenvoudig gevoel van geluk, dat kun je steeds meer versterken in je leven. Dat kun je steeds vaker, ook in stresssituaties, leren oproepen. Okay. Kwestie van de aandacht ervoor hebben, dat je naar die simpele staat van gelukkig zijn iedere keer terug kunt keren. Gewoon erop je adem te letten, je lijf, in het hier en nu. Zo simpel is het eigenlijk. Okay. En er is geen weg naar geluk in die zin. Je bent er al. Ja. Je moet alleen even de schellen van de ogen af hebben. Ik ben de weg. Huh? Jij bent de weg. Bedankt voor het mooie, leuke gesprek. Ja, jij ook. Graag gedaan. Ja. Nog een laatste vraag over het haar. Of je nog wat gel of wat pomade zou willen?
Nee, laat maar zo. Zo laten? Ja, helemaal goed. Prima. Dankjewel ook voor de knipbeurt. Graag gedaan. Even de kraag goed zetten. En dan kan jij weer aan je eigen weg beginnen. Zo is het. Terug naar mijn middagprogramma. Aan de slag. Alsjeblieft. Dankjewel. Thank you.